Voetbalclub Reizen Vooruit heeft de gehele selectie op straat gezet. De spelers en de technische staf van het eerste elftal zijn door het bestuur op non-actief gezet. Een opmerkelijke beslissing in het amateurvoetbal. En bij de club staat mijn collega Tijmen van Wissing. Tijmen, wat is er precies gebeurd? Ja, hier in het Vredige Reizen zijn ze ook verrast. Want dit seizoen Reizen Vooruit al 3 wedstrijden die gestaakt zijn. En dus is er wat onmin tussen het bestuur en de technische staf en de spelers ontstaan. Nou, die technische staf en die spelers komen allemaal van buitenaf. Er zijn geen jongens van de club die hier al sinds 1909 voetbalt hier in Reizen. En dus is er een behoorlijke tweespalt ontstaan tussen het bestuur en de spelersgroep. Natuurlijk komt de KNVB elke keer aan de lijn op maandag als er weer een wedstrijd is gestaakt. Het bestuur is het gewoon zat. Die spelers die zouden toch al vertrekken. Maar ze zijn van mening dat ook de laatste 2 wedstrijden niet meer gespeeld kunnen worden door die jongens. Want ze zitten niet meer te wachten op negatieve publiciteit. Dus die laatste 2 wedstrijden worden gespeeld door jongens van de eigen club. En van de tweede en derde elftal. En zo wordt alles een beetje bij elkaar geraapt om toch nog het seizoen af te maken. Maar het is dus gewoon al langer dat het niet lekker boten tussen de technische staf en de spelers van het eerste team met het bestuur. En dus heeft het bestuur ingegrepen gisteravond en heeft gezegd van jullie spelen dit seizoen niet meer voor die prachtige club ARV. Ja, het is best ook een heftige beslissing, maar heeft dit ook gevolgen? Je noemde net de KNVB al. Kan dit zomaar? Nou, je kunt het gewoon doen. Je moet gewoon 11 spelers opstellen. En die gaan zaterdag ook gewoon de wei in. Om 2:30 gaan hier gewoon de jongens van het tweede elftal spelen tegen Marienberg. En dus kan Reizen Vooruit dit gewoon doen. Het is wel heel opmerkelijk, want je ziet het natuurlijk zelden dat een bestuur ingrijpt en een hele selectie op straat zet. Ja, dat zie je eigenlijk nergens. En ja, het is dus ook wel een besluit geweest van het bestuur die ze niet over 1 nacht ijs hebben genomen. Ja, je zei het al, een aantal keer is een wedstrijd gestaakt. Er is wat hommeles geweest. Waarom nemen ze dan het besluit nu en niet al eerder? Ja, eigenlijk hadden ze eerder in moeten grijpen. En dat neemt het bestuur zichzelf ook wel een beetje kwalijk nu. Want dit voelde ze al wel aankomen. Ook vanmiddag heb ik wat met mensen gesproken. Ook van het bestuur. Ze wilden niet voor de camera reageren. Maar je merkte al wel dat het niet boterde. De eerste selectie, ja, die trainde hier bijvoorbeeld niet. Als ze een uitwedstrijd hadden, kwamen ze hier niet. Dus er was een totaal anarchistisch bolwerk, dat eerste team. En ja, dat rijmde totaal niet met de rest van de club. Maar het bestuur heeft al die tijd gedacht van ja, laten we het maar uitzingen tot het Pasen. En dan nog 2-3 wedstrijden. En dan kunnen we volgens de met een schone lei beginnen, want Reizen Vooruit speelt nu in de derde klasse, maar gaat toch wel zo goed als zeker degraderen. En dan willen ze volgend seizoen met de eigen kweek acteren in de vierde klasse. En dat hoopten ze te gaan doen met dit seizoen nog. Maar ja, goed, het bestuur heeft na dit weekend ingegrepen toen voor de derde keer een wedstrijd werd gestaakt. En toen was voor hen de maat vol. En dus hebben ze gezegd van tot hier en niet verder. En die laatste 2 wedstrijden gaan wij alvast doen met de jongens die het volgend jaar ook moeten gaan doen. Dus vandaar dat ze nog niet eerder hebben ingegrepen, maar ik denk dat ze daar achteraf veel spijt van hebben. Ja, Tijmen, dankjewel voor je uitleg.